Wat voor dag is het vandaag? Het is vandaag een appeltaartconcert. We zijn hier in de Bijnkershoek en we spelen, dus mijn collega's en ik van het Nederlands Philharmonisch Orkest. We gaan een schoolvoorstelling spelen. We hebben 90 kinderen uitgenodigd en ongeveer 100 oudere mensen. Het moet gewoon een mooie voorstelling worden. Luisteren jullie ook wel eens naar klassieke muziek? Ik wel. Meestal naar het viool. Naar het viool vind ik heel mooi. Wat vind je zo mooi aan het viool? Die tonen en hoe ze met hun hoofd die muziek besturen. Wat vond u van het concert? Hey, prachtig. En wat vond u zo mooi aan het concert? Nou, dat vrouwtje wat optreden. Mm-hmm. Vond ik zo mooi. Wat sprak u het meest aan? De danseres en toch ook de klassieke muziek, omdat het was ook een beetje vrolijk. En dat spreekt deze mensen vooral wel aan. Als je een keuze zou hebben, taart of nog een keer dat concert, wat zou je kiezen? Concert. Geen appeltaart? Nee. En jij? Het concert. Het concert. En jij? Ook het concert. Speelt hier nu, dus dat is wel erg leuk voor mij om te zien, de cellist. En toevallig speelt hij ook een stukje wat ik zelf aan het studeren ben bij hem, dus dat maakt het wel extra interessant. Ik heb drie stukken bij elkaar gezet die op hele verschillende momenten in de muziekgeschiedenis zijn gecomponeerd. Ja. En die dan toch heel goed bij elkaar passen. Het is een soort van, laten we zeggen, een soort wereldelftal aller tijden gemaakt. Wat spreek je het meest aan tot zover? Ja, de muziek, de prachtige muziek. En dat we zo dichtbij zitten en dat hij het heel erg leuk vindt. Ik denk wel dat we de tweede helft gaan missen. Het is een beetje te lang voor hem. Ja. Dat is wel jammer, maar misschien de volgende keer. Wat vond u van het concert? Prachtig, heel erg mooie muziek. En helemaal mooi verschillende soorten muziek en een prachtige uitvoering. En het is heel erg leuk dat het in de wijk is. En wat sprak u persoonlijk het meest aan? Nou, dat laatste van de Dreigrosje muziek, dat vond ik echt het mooiste. Ik had de neiging om mee te zingen. Er zijn over het algemeen al wat ouderen die hier zitten. Koffie met appeltaart, ik denk dat er altijd in gaat.